Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Wensink Mercedes-Benz. Tijdens de Vierdaagse kun je helemaal jezelf zijn. Of je dan man bent of vrouw, wit of zwart, soldaat of homo, dat maakt geen verschil, want we zijn allemaal wandelaars. Dit is bijvoorbeeld Samu. Samu komt uit, where do you come from? Eritrea. Samu komt uit Eritrea en daar zit hij de hele dag in de kast en dat is heel benauwd. Maar hier hoeft het niet. Hier kan je lopen waar je maar wil. Samu, ga maar lekker wandelen. Veel plezier. Kijk, zie je? Je ziet hem niet meer. Het is één grote eenheid geworden. Samu, waar ben je nu? Samu, zwaai eens even. Samu. Ah, daar ben je. Dit is Fida. In zijn bek heeft hij een kilo, staat erop. Een echte meter. Op een veter gemonteerd. Vandaar het naam kilometervreter. Mensen vragen het wel eens aan mij. Waar heb je die gekocht? Zelf gemaakt. Al vanaf het eerste begin maakte ik mijn schoenen een beetje leuk. Ik vond het een beetje saai al die schoenen. En op een gegeven moment werden ze steeds mooier, zal ik maar zeggen. Larenbal. Vlaggenparade. Hoedje voor voetje. Bepakking. Vierdaagse bos. Oversteek. Wandelen in bevrijd gebied. Maar dit vind ik zelf wel de extreemste. Want ja, hij is eigenlijk veel te groot. Maar dat ik er echt mee bezig ben, is een week lang. Van 's ochtends 5:30 tot 1:30, 2:00, 's avonds. 'S nachts. Ja, hè? De kilometervreter. En dat heeft natuurlijk met ons samen, met mijn mannen, te maken. Dat we eigenlijk elk jaar een feestje van maken. We genieten van het leven, laat het zo zeggen. Ik loop hierin, ja, 4 dagen lang. Mensen geloven het niet. Ze denken allemaal dat ik het laatste stukje er alleen op loop. Maar het is echt 4 dagen lang aan de voeten. Tijdens de Vierdaagse komen de wandelaars door heel veel dorpen. En in die dorpen is altijd de straat, daar is het hart van het dorp. En in die straat, daar zitten de mensen met het echte hart voor de Vierdaagse. We naderen de dorpsstraat van? Niftrik. Niftrik, heel goed. En weet je waarom het hier zo leuk is in Niftrik? Nou? Dat komt door Jan en Twan. Wie zijn dat dan? Dat weet ik ook niet. Dus daar ben ik eigenlijk naar op zoek. Okay. Jij weet het ook niet. Dat ken ik niet. Nee. Okay. Hallo jongens, hoe is het? Kennen jullie Jan en Twan? Nee. Nee? Moeten we denk ik ergens op het grote pleintje? Misschien wel, hè? Ja.
Jan en Twan. Jan en Twan. Wie gevonden? Jan en Twan? Ja, die wonen aan de overkant. Hè? Oh, dat weet jij. Ja. Zeg dat dan meteen. Jan en Twan. Ben ik goed hier? Jan en Twan zijn heel belangrijk voor Niftrik, hè, begrijp ik. Ja. Hoe belangrijk? Hoe belangrijk? Nou, ze zijn al heel lang lid van de leefbaarheidsgroep. Aha. Twan? Ik ben Jan. Jan en Twan. Ja. Goedemorgen. Moet je goed onthouden, want als je, dan zeg je weer Jan tegen Twan en Twan tegen... Dan weet je... Jan. Aan Jan Boel. Twan? Twan. Twan. Jan. 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 Ja. Maar Jan, vertel even. Twan. Dat je... Twan. Twas. Twan. Nou, ben je een kleine kern. Ja. Hoe belangrijk is nou... Die Vierdaagse die door je dorp gaat. Dat is heel belangrijk. Ja. Kunnen jullie met mij misschien een kleine rondleiding doen door de tent? Wie staan er allemaal? Ja, geweldig. Ja. Dit is Marga. Hallo Marga. Hoi. Wat is jouw functie hier te Niftrik? Nou, wij zijn van de verkoop, dus proberen zoveel mogelijk aan de man te brengen. Hallo. Shit service. We zorgen voor de schone toiletten. De toiletten. Ja. Zo, en wie heeft het pakje bedacht? Dat is eigen creatie. Ja? Ja, alles zoveel mogelijk roos gemaakt, hè? Klompen. Ja. Hoor bij de plattelandsdorp. Ja. De overal hoort gewoon bij de werkman. En de helm is tegen de zon en tegen alle anderen. En heb je een bijkleurende... Nee, die is nog niet helemaal... Vind ik een puntje van volgend jaar. Ja. Dit kan roos, hè? Ja, misschien ook aan deze kant een iets andere vorm, dat het wat erotischer wordt. Oh, ja, dat zou kunnen. Ja, dan heb je dat gewoon dat, allemaal... Dat zou kunnen. Ja. Buttpluk. Ja, ik zeg maar iets. Hier is de soep. Dit is goulash. Hoeveel mensen komen hier gemiddeld langs? Hier komen er ongeveer 10.000 langs. En we hopen dat er een kleine 700 hier dadelijk stoppen. In Meerstraat. Zo. Kijk eens. Dank u. Het is voor het dorp superbelangrijk dat Twan en Jan dat allemaal... Samen kunnen. Ja. Dat doet er graag voor. Hoe belangrijk is het voor jullie? Ja, als wij vanmiddag om 1 uur de boel opgeruimd hebben en iedereen heeft het naar de zin gehad, en dan voelt het heel goed. Ja. 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 Als ik vanavond thuis op mijn stressetje lig in de zon en er is niks gebeurd en alles is goed verlopen, dan leeg ik mijn hele brede lach. Dat vind ik prachtig. Dat zegt Twan. Ja. Het is niet voor niks geweest. Het is niet voor niks geweest. Nee. En Jan zegt dat ook. Zit ik nou goed? Jan? Twan? Oh! 6, 7, 8, 9. 200 meter precies. Dorpstraat, Lagestraat. Dit was Niftrik. Jan en Twan. Twan en Jan, dank jullie wel. Op naar Wiegen. Wacht op mij. Tijdens de Vierdaagse heb je een paar mogelijkheden. Of je loopt alleen, of met z'n tweeën, of je loopt in een groep. Vandaag ga ik kennis maken met een hele speciaal samengestelde groep wandelende dames. Hey, propellers. Propellers. Hallo jongens. Hi, Irene. Hallo Irene. Zo. Heeft de groep een naam?
Ja, ik ken gewoon chickies. Maar ik zie tamelijk beschaafde dames. Vrouwen, heb je nog niet alles van ons gezien? Nee. Hoe is de groep tot stand gekomen? Ja. Een deel kent elkaar van de middelbare school en het is één moeder nog bij. Een moeder. En is ze te doen als moeder of is het een soort controlerende factor? Nee, we hebben een ander regime. Ja. En niet onder leiding. Ja, dan mag je juf zeggen. Je mag gewoon je tegen de zeggen. Vind ik fijn. Hey, en heeft het ook voordelen om als groep te lopen? Nou, je hoeft niet in te loten, dat is heel mooi. Je doet gewoon mee. Als je als groep bent? Ja. Moet je wel met 11 mensen starten, maar dan ben je binnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We starten gisterochtend maar met 11. Nu al 2? Ja. Nou, waren dat ook de slechtste schakels in de groep? Nee. Je deelt alles. De bladen deel je, de pijn, de gezelligheid. We zingen heel veel. Ah, je motiveert elkaar ook wel. Je motiveert elkaar. De naalden waarmee je braaf. Ja, die deel je ook. Ze zijn schaars. Je hebt in een vrouwengroep verschillende rollen. Wie is de geboren leider eigenlijk? Ja, zij schreeuwt naar ons. Ja, ik schreeuw. Ja, schreeuw. Schreeuw. Doe even. Wat schreeuw je dan? Dan moet je weer terugkomen. Maar leg even uit dan, moeder. Wie is het slettenbakje van de groep? Meteen allemaal. Oh. Ik heb het met een leger heb ik een beetje gepraat. Gewoon. Een heel leger? Nee, maar echt een leger praat. Zullen we gewoon een stukje richting Wiegen gaan lopen, dames? Ja. Laten we eens even lekker... Dat kan niet zonder dat je er helemaal bij hoort. Oh. 3, 2, 1. Zo, en niet zo hard, hè. De natuurlijke leider, hè. Hou omhoog, hou omhoog. Is dit nou een ervaring die ervoor zorgt dat jullie de rest van je leven gewoon een hechte groep blijft? Ja, dat wel. Ja. Ja, dat altijd in ons hart. Wanneer je elkaars blaren prikt, dat is echt pure vriendschap. Ja meer dan dat, en heel hè? Smerig. Want vriendschap is gewoon leuk, maar iets met pijn erbij, dat gaat dieper. Ja. Eén puntje wat ik nog even wil testen. Jij gaat even de groep inlopen en jij loopt gewoon even de route op. En dan loop maar. Oh, ze loopt verkeerd. Roep haar terug. Ja, het werkt. Die kan nog verder. Ja hoor. Ho, iets terug. Nou dames, ga er maar een beetje groepstechnisch goed in staan. De roddel komt op rechts. De slettenbak in het midden. Zo, en dan let op. Daar is het vogeltje. Ik zeg, chicky. Oh, daar gaan we weer. Jezus. It's funny how this shit we take for granted is bound to blow up in your face. I said it once before and I meant it. Me, myself and I went separate ways. Ik wil eigenlijk het record van mijn opa verbreken. Die heeft hem of 3 of 24 keer gelopen, dus ik wil gewoon die 25 halen. En dit is nu mijn 7e keer. Ja, het had mijn 10e keer kunnen zijn als ik niet 3 jaar geleden ziek werd. Ik heb anorexia gehad. En ja, ik kon gewoon echt 3 jaar niet lopen. Vorig jaar was echt het dieptepunt. Vorig jaar was ik 1,82 en ik woog 42 kilo. Toen heb ik een rechterlijke machtiging gekregen. Toen moest ik elke week een halve kilo aankomen. Toen had ik, en anders moest ik aan de zondevoeding of weer in de kliniek. En daar had ik helemaal geen zin in. Dus toen heb ik toch maar besloten om gewoon te gaan eten. En ook weer te gaan wandelen. Ook gewoon de gezelligheid op te zoeken. Want dat maakt het voor mij ook gewoon fijner als het gewoon gezellig om me heen is. Just gotta get up on my feet, yeah. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. Hoeveel ben je aangekomen? Ruim 25 kilo. In een jaar tijd? Ja. Ja, het klinkt veel. Ik moet altijd van de kliniek zeggen, je bent niet aangekomen, maar je bent gewoon weer, je bent gewoon weer gezond. Het is niet aankomen, het is gewoon weer zoals je was. Ja, ik hoop gewoon dat het nog wat verbetert, omdat ik nog wel lastige momenten heb. En dat wil ik gewoon niet meer. Ik wil gewoon... Zoals 4 jaar geleden zijn, dat ik gewoon alles kan eten wat ik wil en zonder een andere stem te horen. Dat, en dat ik ook gewoon naar mezelf kan kijken en dat ik tevreden met mezelf kan zijn. Zeker.
Gaat het nog? Prima. Gelukkig. Ja, we gaan even naar de blarentint. Tot straks. Hoi. Hey. Goeiedag. Goeiedag. Blarentint. Ja, dat zie je goed. Merk je dat de druk er een beetje afgaat? Ja. Goed, zo. Because I got issues, but you got them too. So give them all to me and I'll give mine to you. Best give me glory. Project, hè? Ja, het is wel even bezig, dat is het erger. Doet zeer? Nee, soms met prikken heel even, maar ja. Verder gaat het goed. Dus dit is alleen een blaartje en dan kan ze gewoon weer door? Ja, dan kan ze gewoon weer door, hoor. Ja. Hij is nog steeds aan het druppelen. Het is een soort lekkende... Er loopt een kraantje. Ja. Hallo, met wie heb ik het genoegen? Het Bart. Zeer? Nou, Blond, zo doe je. Hé, hey, komt het allemaal goed, denk je? Het komt met deze meneer heen. Want hier zie ik ook nog wat. Ja. Ik ben blij dat jullie er zijn. Ja. En nou, komt allemaal goed. We zien elkaar vrijdag op de finish. Sebastian Bach. Ik weet niet of het in de smaak valt. We kunnen het wel proberen, maar... Zou je dat willen doen? We gaan eens proberen. Zetten we dat er even onder. Moet jij eens opletten wat er gebeurt. Hé. Hey. Is het dan? Is het Peter? Top. Een rustmoment in Wiegen. Ja. Oh. Gaat even wel. Maar lekker, hè? Ga maar vragen. Luister even goed. Klassieke muziek. Hoe vind je dat? Helemaal geweldig. Is het een verbetering voor Wiegen? Ja. Wiegen blijft verschrikkelijk. Laten we even van genieten terwijl we doorlopen. Moeten we samen walsen dan? Ik vind van wel. Lekker. Oh, heerlijk mannen. Wat goed, en hoe werkt het? Zal ik even proberen? Ik knijp er zo in, zo. Ja, leuk. En dan vraag je of je schiet gewoon. Nee, nee, ze vragen wel. Je vraagt, oké. Okay. Lekker water, lekker water. Ja. Oh, sorry. Ik ben Leo. Ik ben niet. Oh. Wie? Ja, lekker. Ja, ja. Oh, leuk is dit. Geweldig. Wie of wie? Kan ook. Heerlijk! It's so nice to have a man around. Heb je alles eruit? Ja. Oh, so nice to have a man around. De Thunderbirds. Nou, ze lopen al flink. Zie je die regenboogvlag? Ja, goed leuk, hè? Ja. Die snappen het. Nou, die is voor jou. Ja. Niks vergeten. Nee. We hebben onze parasolletjes bij, hè? Kunnen wij hebben. Ja, zeker weten. Ja, wij zitten in de liefde. Dames van liefde, maar op een andere manier. We werken alle twee in de trouwbranche.
Ja, dat zit in het bloed. Dat zit in ons bloed en in ons hart. En ja. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, hallo mannen. Jullie zijn goed. Welkom terug in Nijmegen. Parasolletje tegen de zon, want dit is al het tweede jaar dat het zo ontzettend warm is. Toen ik hoorde dat jij naar Nijmegen kwam met jouw hand, zei ik, dan moeten wij iets afspreken, toch? En zo is het gegroeid samen, ja. Ieder jaar maak ik een heel grote banner. Iedere keer weer een verrassing voor hem. Nou heb ik er ook weer eentje staan. Ik ben reuze trots op hem. Vorig jaar had ik een hele grote van 2,20 meter bij een meter breed. En ik krijg er van de lopers ook heel veel reacties op. Want er zijn zoveel hanzen die de vierdaagse lopen en gezoend willen worden. Dus ja, het is heel erg leuk. It's so nice. Well done, you're almost there. Just keep on walking. Ik zie ook mensen langs de kant die gewoon aanmoedigen. Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Ja, ja. Waarom geven jullie dan free hugs? Ja, omdat het altijd nog leuker kan. Nog beter. En omdat we er zelf zo blij van worden. Want dat is met de liefde, hè. Als je liefde geeft, krijg je hem ook weer terug. Good morning! Good morning! Good morning. Welcome back in Nijmegen! Ja! Eigenlijk doen we het ook gewoon een beetje voor onszelf. Een beetje maar. Hi guys, welcome back to Nijmegen. Thank you. From behind. Oh. Pardon. Van achteren. Ja. Het is roze woensdag, maar ze moeten niet overdrijven. Smeer je wel je benen in, lieverd. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom terug in Nijmegen. Bonjour. Soms ben je even kwijt welke taal je moet hebben. Ja. Oh. Je bent lekker frips. Ja, dat is helemaal goed. Doe je goed. Nou, eerlijk gezegd, alle dagen van de week, nee. Zou ik liever niet vreemde, bezweten mensen knuffelen. Maar op een dag als deze, nee. Heerlijk. Nee hoor. Dat is zweet, dat is met zoveel inspanning verdiend. Ja. Nou, daar zitten wij echt niet mee. Ha, lieverd, hoe gaat het met je? Ja? Hoe doen de voetjes het? We bewaren de dikste knuffel voor jou. Je bent een kanjer, joh. Zo snel al. Wauw, hij gaat sneller dan hij anders. Hij gaat snel, ja. Ja. Hij wil graag. Hij wil jou zien. Dat is het. Hij wil de knuffel. De laatste, allerlaatste dikke hug, die is voor hem. Met de zoen erbij. Want dat doe ik nu met anderen. Vandaag is roze woensdag, dus ja, jammer. Dag. Dag. Ah, wat heb jij nou? Ja, ik heb voet gebroken. En je bouw gewoon de vierdaagse lopen dat je voet gebroken. Nee, ik zit hier gewoon eerste positie. Stella. Het ziet er mooi uit. Nou, laten we even kijken. Het schitterende armband, nagellak bijpassend, roze. Nou, je bent een plaatje. Hoe doen we die foto? Zal ik je even optillen? Wacht even. Ja, omhoog. Zo, ja. En dan samen de foto. Zo, foto. Nee, deze kant. Kijk, heel groot foto. Je loopt helemaal alleen. Ja.
gaat niet zo goed. Nee, heel moe. Arm? Ja. Kom maar. Je strompelt een beetje. Ja. Hoe voel je je? Kapot. Hoe lang al? 5 kilometer, misschien langer, ik weet het niet meer. Het is veel warmer dan ze zeggen, hè? Ja, vreselijk. Waar kom je vandaan? Fietsjerk. Ah, Frieslaan. Ja. En hoe heet je? Vrouwtje. Vrouwtje. Doen we gewoon alles. Hoe oud ben je? 18. Dat is je eerste keer? Ja. Oh, kan je beschrijven hoe het gisteren ging? Beter. Ja? Kut. Gisteren was het al kut? Ja. Nou lach je nog wel een beetje, maar dat is omdat je afleidt, denk ik. Ja. Want ik ben uit de verte achter je aangerend omdat je heel slecht liep. Ik denk, die ga ik helpen. Maar nou ben je pas daar op de helft. Ja. Vriezers en doorzetters. Ja. Hoe gaat het eruit zien morgen? Ik hoop beter. Maar met deze voeten? Ja, kom maar goed. Ja? Ik kan het even in het Fries zeggen, optie opgeven is geen optie. Nee, dat kan ik niet. Nee? Nee. Je bent echt een hele slechte Fries. Ja. Nog slechter dan je voeten. Ja. Nou, gelukkig lach je weer een beetje. Ja. En dan ga ik je nu loslaten. Ja. Want als je dat haalt, dan haal je gewoon de hele Vierdaagse. Zullen we dat afspreken? Ja, is goed. Oké, let op. Dan ga je. En probeer zo mooi mogelijk te lopen, hè. Ja, wel recht. Wel recht. Ah, ik vond deze dag geweldig. This is Japanese word. Hot day. This means it's kanji, atsui. Juisterbaarlijk. Juisterbaarlijk. Geweldig. Betekent het. De dag was vandaag pijnlijk. 4 blaren. That's inspirational. It's been an absolutely awesome day. Alsjeblieft! Houden we hem bedankt! Hey! Awesome. It was awesome. Thanks for your hospitality, Holland. Helemaal goed, respectvol. En zo hoort het vandaag. Mijn woord van de dag is... nat. Want er waren heel veel natte oksels en hele kletsnatte blaren. Er waren natte knuffels en ik heb heel veel mensen nat gespoten. En die waren daar blij mee. En in Nifterik kreeg iedereen zijn natje en zijn droogje. Vanavond wordt het heel nat. Herstel goed. Dan zien we elkaar morgen. Tot dan. Zo, die kan ook af. Is helemaal nat. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Wensink Mercedes-Benz.